Het is weer tijd voor een nieuwe Banja Studio. Omdat jullie het zo leuk vinden, hebben we weer voor jullie een 32 Greatest Moments in History of Timing. Dat betekent dus foto's die perfect op het juiste moment geschoten zijn. Die gaan we bekijken voor jullie, omdat jullie het zo vet vinden. Ja, zoals de vorige die, keer. Die piemelfoto's met Joria, de 26 ongemakkelijke foto's, is ook goed gelukt. En vandaar dus voor jullie, speciaal voor jullie, meer video's! En voor onszelf! Oh mijn god! Oh my god! Ja, laten we beginnen met de eerste foto. En hier zien wij een Nerf gun met een man. En die man is about to get hit bij de Nerf gun. Oh, dat pijltje heeft hem nog niet geraakt. Nee, maar dat pijltje gaat wel heel raar. Dat ding, zeg maar, dat ding zit zo. En de gun zit zo. Alsof dat ding, zeg maar. Ja, maar zijn ogen zijn nog open. Dit gaat helemaal niet goed. Ah, oh, het lijkt net dat die scheidsrechter, zeg maar, magie gebruikt om die gasten te bevriezen. Maar, maar dat komt van die schaatsen. Ja, precies. Komt van die schaatsen. Dat is wel hoog komt. Oh, wow. He's a wizard. He's magic. Hij is de ijstovenaar. De ijstovenaar. Hij is tovenaar, toveren van ijs. Oh, kids aan het pissen. Zie je hem hier staan? Ja, voor ons ziet het niet heel duidelijk, voor jullie waarschijnlijk wel. Oh, die echte kids zijn zeg maar gewoon vol aan het pissen, zoals ze zo'n leuke minifoto aan het maken zijn. En het kind denkt ze van, schijt eraan, ik krijg een piemel eruit. Of plas eraan. Deze bruine meneer pakt die. Meneer rechts is Koning en die linkere man is Michael Jackson. Dat zie ik dan meteen. Oh, deze ken ik. Ja, dit is interessant. Ja, kop in die reet, huppakee, zoek je sleutels. Ken je die van zoek Dumpert? Zoek je sleutels, nee. Op Dumpert hebben ze zo'n fotolijst van zeg maar allemaal foto's van zoek je sleutel. Weet je, wat mensen tijdens feestjes zeg maar zo'n vrouw aan het vingeren zijn of zeg maar, ja, dat soort shit. En dan zat ze bij op zoek naar je sleutels, deel 14. Oh, kijk, die 9 hier hebben net een kroon op zijn kop. Een kroon? Ja, ja. Gewoon 9 tegen die man. Ja, mag toch? Getinte man. Niet racistisch bedoeld. Nee, oké. Okay. Ik vind getinte man toch beter klinken. Oké, maar dat vind ik zo'n keer. Getinte man. Ja, het is een getinte man. Gebruinde man. Ja, deze man is iets langer in de zon gestaan. En zijn ouders ook. En zijn ouders ook. Het exacte moment dat Rio Ferdinand stopte met voetbal, want een hand is aan. Dus. Ja, dat is wel even ongemakkelijk als je opeens in je hand die. Het is bij zo'n koe, weet je wel, dat ze dan met die hand. Eigenlijk is het gewoon een gratis prostaatonderzoek. Ja. Het is dit ding vastpakken direct. Dat is best belangrijk ook. Ja, ja, die gast ik net die rugbybal in zijn ballen. Echt? Ja, no. Dat is kut. Dat is fiemel. Dat zat ik bij. Zorg altijd dat je een vrije hand hebt om iets op te vangen. Of iets af te kaatsen ofzo. Voor je fiemel, ja. Voor je fiemel, ja. Protect your balls, man. Oké, next. Dat kind krijgt toen de honkbal in zijn ballen. Dat soort foto's heb je wel vaker gedaan. De penisfactor is weer groter. Normaal gesproken bij honkbal draag je gewoon gelukkig wel een tok. Echt waar? Doe je dat bij honkbal? Yep, dat doe je. Dat is soms wel beter hoor, want zo'n bal... Zou je in één keer onvruchtbaar zijn als je een bal in je ballen krijgt? Ja? Oh, het is een persoon piemel. Het is weer een persoon piemel. Het is een persoon piemeltje. Ja. Als je vanaf ver af kijkt, lijkt het ook gewoon serieus. Als je interesse hebt in persoon piemels, de vorige video met Jordi, die is gespecialiseerd in persoon piemels. Ja, dat zijn ongemakkelijke momenten voor foto's. Wat was het nou? Hoe was dat dan? Ja. Oké. Die gast gaat vol op zijn bek met het foto gemaakt worden. Dit soort foto's, waarom heb ik nou dit soort foto's? Ik wil ook zo'n mooi getuimde foto. Mensen, ja. Ja, ik sowieso, ik denk dat moet echt een wet komen dat bij dronken mensen van al wat camera's in de buurt moeten zijn. Want er gebeuren zoveel leuke dingen met dronken mensen die je terug wil zien. It's true that. Alle dronken mensen moeten GoPro's op, dat zou fijn zijn. als ik president word, je hoeft niet op te stemmen, maar het zou tof zijn, alle dronken mensen met GoPro's. En de volgende foto is een mooie vakantiefoto. Tata's be like. Op dat moment valt die vrouw dus vol het zwembad in. Dat is best kut, als je een mobiel in je zak hebt of zo, weet ik veel. Kijk, al die mensen denken dat die bal in hun gezicht komen, maar eigenlijk komt die bal gewoon hier bij dat blauwe meisje. Bij dat blauwe trui. Alleen maar blauwe trui meisje. Al die mensen zo... Oh nee! Zo standaard, mensen denken dat die gaan beginnen altijd al te verkrampen voordat ze... Ja, als je zo'n bal aan ziet komen, dan weet je gewoon, kut, die bal komt op mij. True. Dat is gewoon zo'n gevoel van, fuck it, het universum haat me. Dat is echt fucking kut. Wat? Zo'n hoge drukstraal in je bek en dan gewoon later in je ballet. Dat is niet fijn. Hij gaf ook serieus les, dus mocht dan zelf waarschijnlijk het vuur of zo. Hij vliegt er helemaal weg. Ja, nou, dat is kut. En deze dude kreeg op dat moment een sneeuwbal in zijn gezicht. Hij kijkt wel fijn. Hij kijkt gewoon heel blij. Hij kijkt nog wel tevreden. Lekker dagje, nog geen sneeuwbal in mijn gezicht gehad. Ja, ik denk een milliseconde later had hij echt helemaal gehaald misschien of zo. Oh, ik zie hier een cinnamon challenge faal. Holy shit. Ik denk dat deze chick gewoon, weet ik veel, een geest in de bek. Ja, een geest die zo. Ja, zo. Precies dat, ja, maar dan nog een keer. Zo charmant. Zo de bruine poepgeest komt naar buiten. Ja. Laatste foto dan. Dat is van een vrouw die uit de kano met haar hond in het water valt. En die hond is allebei dood. Je ziet die hond daar zo kijken van. Fuck my life. Beide gingen dood, doei. Oké, nou, dat waren 32 foto's die op het perfecte moment gemaakt werden. Vond je het een leuke video? Laat dan een groen duimpje achter. Dan maken we meer van dit soort video's voor jullie natuurlijk. Want zo zijn wij. Zo lief. Zo zijn wij. Zo gezorgend. Ja. Zo tof.
Zo zijn wij. Ik denk het zijn wij. Ja, zo zijn wij. Volgende keer.